Goedemorgen jongens, het is donderdag en het is weer een nieuwe dag waarin ik jullie helemaal ga voorzien van allemaal tips en tricks die je dagelijkse routines gewoon net even een stukje leuker en makkelijker maken. Ik heb er zin in, dus ik zou zeggen, let's go! Dit is heel irritant. Ik denk dat meerdere mensen het ook wel kennen. Je hebt een rits die je niet lekker dicht krijgt. Dus hij is stroef of oud. Wil niet helemaal vlotten. Maar daar heb ik een hele simpele oplossing voor. Oké, dus hoe krijg je die rits nou lekker smooth? Labello of lippenbalsem, iets wat een beetje vet is. En die is eigenlijk gewoon best wel dik op de rits. En dan, als het goed is, moet hij gewoon lekker dicht glijden. Kijk. Is top. Als je in de ochtend een beetje haast hebt en geen tijd hebt om al je druiven of aardbeien of wat je ook in je yoghurt wil doen per stuk te snijden, heb ik een heel handig trucje voor je. We hebben dus nodig twee borden en een mes en natuurlijk hetgeen wat je wil snijden. Deze leg je tussen de borden in. Dan zet je deze erop en dan is het de bedoeling dat je dus in één keer alles goed kan doorsnijden. En voilà! Oké, ik denk dat jullie wel zullen afvragen wat ik hier op de grond doe. Maar ik denk wel dat jullie allemaal wel een keer in deze situatie hebben gezeten. Je wil namelijk je oorbel in doen en het moment dat je je achterkantje erin wil klikken, valt die. Stiekem weet je wel dat je die nooit meer gaat terugvinden. Niet getreurd, want er leiden meerdere wegen naar Rome. Je kan in plaats van het achterkantje iets anders gebruiken. Je hebt nodig potloden met aan de achterkant een gummetje. Nou, kies een leuk kleurtje. Ik ga voor blauw. En je trekt eigenlijk dat gummetje zo heel makkelijker uit. En dit wordt dus je nieuwe achterkant. En hij is misschien een beetje groot. Dus als je het fijn vindt, kan je hem ook nog korter knippen. Je doet hem zo erin. En het voordeel is ook, als je hem nu laat vallen, dat je hem wel makkelijker kan terugvinden. Dit waren de hacks van de donderdag. Ik hoop dat jullie er wat van hebben opgestoken. Is dat zo? Laat het even weten in de comments. Ik ben mega benieuwd welke voor jou wel of misschien niet werkte. Check ook alle andere hacks en alle andere video's. En morgen ben ik weer. Joe!